Welkom bij Vakjaak de podcast. De podcast voor en door vakschilders. Ik ben Ruben van der Kruis en mijn tafelgasten vandaag zijn... Petra Bijma. En Nout Pustjens. Nout is in deze setting mijn sidekick. En voor alle tips, tricks, opzoek, weetjes... zal Nout het een en ander opzoeken in de cloud. En Petra is mijn tafelgast. Petra, vertel eens wat over jezelf. Dank je dat ik hier aanwezig mag zijn bij je eerste podcast. Mijn naam is Petra Bijma, zoals ik net al zei. En ik ben werkzaam bij Sigma. Ik doe marketing daar. En in die hoedanigheid heb ik ook met jou wel vaker gesprekken gehad. Ik ben onder andere voor duurzaamheid, kleur. En daarom zit ik hier ook. Het is je eerste podcast. Ik heb vaker met je gesproken. Leuk om te weten van wie ben jij eigenlijk voordat we van start gaan. Ja. En hoe ben je überhaupt in het schildersvak gerold? Want daar had je... Welkom. Ik ben in het schildersvak gerold. Het is me eigenlijk met de paplepel ingegoten. We hadden vroeger altijd een schildersbedrijf thuis. En ik ben eigenlijk altijd als van kleins af aan al met mijn vader meegegaan. Met de schildersbus en alle vakanties ging ik al lekker schilderen. En van jongs af aan ben ik erin gerold. Want hoe lang heeft jouw vader dat schildersbedrijf gehad? Die is gestart in 1980 en ik ben geboren in 1981. Dus die heeft wel een tijdje schildersbedrijf gehad. En toevallig is hij dit jaar gestopt met zijn schildersbedrijf. Leuk. Dus als klein jochie stond je al op de stijgers en toen had je zoiets van, nou, dit wil ik ook verder. Ja, dat wou ik wel. Ik heb één oudere broer en die zag het niet zitten. Die was meer van de verkoop, zeg maar. En ik zag er wel zitten. Ik denk, dingen mooi maken, ja, dat is net iets voor mij. En hoe is het verder gegaan? Want je hebt nu best een groot bedrijf. Je vertelde me, je hebt 3 mensen in dienst. Je hebt een aardig grote klantenkring. Hoe heb je dat opgezet? Ik ben in 2016 ben ik voor mezelf begonnen met een schildersbedrijf. En vanaf dat moment is het eigenlijk best wel hard gegaan. Ik ben met het bedrijf begonnen met de intentie om het anders te doen als andere bedrijven. Ik wou echt extreem mooi schilderwerk gaan maken. En iedereen verklaarde mij als gek. Die zei van, ja, nou, er is toch echt een mooie markt voor. Maar het tegendeel is wel bewezen. En we hebben het afgelopen jaar natuurlijk behoorlijk wat prijzen gewonnen in de branche. En aardig wat mensen aangenomen. En we zijn groeiende. Toch nog even een vraag over dat extreem mooi schilderwerk. Dat betekent dus dat je in de markt zag dat het beter kon. Ja. Nou, weet je wat het is? Kijk, heel veel mensen die vinden gewoon regulier schilderwerk gewoon prima. En dat is ook gewoon prima. Alleen, ik hou er gewoon van om net dat stapje extra te zetten. En schilderwerk te maken zoals ik dat graag thuis zou willen zien. Kan ik me heel goed voorstellen. Hey, en waarom we hier zitten is dat je ook een andere kant bent opgegaan. Dus het is niet alleen dat je schilderwerk bent gaan doen, maar je bent er ook over gaan praten. Ik zie je heel veel op social media, nu deze podcast. Hoe ben je überhaupt als influencer? Want je hebt best veel volgers nu. Hoe ben je begonnen? Ja, ik noem mezelf geen influencer, ik noem het een verfluencer. Maar het is... in het begin, omdat ik... mooi werk maakte, was ik heel erg trots op mijn werk. En vanuit die trotsheid, vanuit die passie, ben ik op een gegeven moment dingen gaan posten op mijn social media. En op een gegeven moment, daar gaat verschillende partijen gaat een beetje opvallen, dat je inderdaad mooi werk maakt. En dan is dat ook... Dan krijg je wat meer volgers en dan gaat dat balletje een beetje rollen. En dan is het ook interessant om leuke content te maken. En ging dat in het begin ook al goed? Want je vertelde me eerder dat je ook wel wat beginnersfoutjes had gemaakt. Hoe ging die opstart? Met social media? Mm-hmm. Nou, eigenlijk ging die wel goed. Omdat ik ben best wel perfectionistisch aangelegd. Dus ik hou ook altijd van een opgeruimde werkvloer. Ik hou er niet van als mijn kleren onder de verf zitten. Ik wil altijd dat... Ik heb vroeger ook altijd in een kledingzaak gewerkt, bijvoorbeeld. Hè? En dan moest je altijd vakken. Hè? Dus alle spijkerbroeken, alle t-shirts, moet allemaal met de juiste lepeltjes allemaal recht liggen. Ik heb dat op mijn werkvloer dus ook. Als ik gewoon mijn verfblikken neerzet, daar staan alle lepeltjes staan recht vooruit. Ja, ik heb, spiegelen. Ja, spiegelen. Ik heb ook heel lang in een café gewerkt. Nou, mijn ding was echt helemaal om die koelingen... alles recht te zetten, alle etiketjes recht te zetten. Zo ziet mijn bus eruit, zo ziet mijn werkvloer eruit. Dus
mijn social media, die ziet er gewoon altijd gewoon gelikt uit. Maar dat is niet... Dat kijkt heel lekker weg, maar dat, zo ben ik nou eenmaal. Het is, ja, dus het is niet een dingetje wat je jezelf hebt aangeleerd. Het is gewoon hoe Ruben is. Ja. Maar betekent het dat ook, als je zo perfectionistisch bent, dat je ook dingen heel vaak over moet doen? Nee, dat eigenlijk niet. Want dan, de voorbereiding is dan dermate wel goed, dat, die, dat het eigenlijk meestal wel dan meteen goed gaat eigenlijk. Ik neem meestal niet zoveel risico op dat gebied. Nee. Want je kan, als je bijvoorbeeld een muur gaat spuiten, ja, die kun je maar één keer doen. Mm-hmm. Want ja, je hebt one chance en ja, dan moet je hem ook maken ook. En hetzelfde met een voordeur lakken. Ja, als jij daar een leuk filmpje van maakt, ja, je kan maar die deur één keer lakken. En dan anders, ja, dan is je kans weg. Mm-hmm. En hoe is dat voor je mensen waar je mee werkt? Want jij bent heel perfectionistisch, je stelt hoge eisen. Ik neem aan dat je dat ook van je medewerkers verwacht. Hoe is het om met jou te werken? Nou, ik denk dat eigenlijk best wel goed gaat. Want ik ben ook nooit op zoek gegaan, bijvoorbeeld toen ik personeel aan ging nemen, naar een tweede Ruben van de Kruis. Kijk, ik vraag gewoon, in ieder geval als mensen komen werken, ik hou ervan als ze wel netjes werken en gestructureerd, maar ze mogen vooral ook zichzelf blijven natuurlijk. Hè. Ik bedoel, iedereen heeft zijn eigen eigenschappen en zijn eigen capaciteiten en kwaliteiten. En dan moet je gewoon zorgen dat je de juiste kwaliteiten gebruikt. En ja, ik vraag niet aan iedereen een dermate van perfectie. Maar ik vind wel dat je wel qua netheid, daar kun je wel aan werken. Als je bij wijze van spreken ergens aan het werken bent en je legt even netjes een doekje neer en je zorgt dat de verfbussen niet onder de verf zitten en dat alles lekker gewoon netjes en gestructureerd is, dat is gewoon prima. Ja. En je vertelde me ook dat het leuk moet zijn om te werken. Weet je, je zei al van nou, als het leuk is bij ons op de werkvloer, dan straal je dat uit naar je klanten ook. Ja. Nou, maar dat is ook eigenlijk voornamelijk wat we bij ons eigenlijk willen. Gewoon liefhebbers die het vak echt leuk vinden en die de ruimte krijgen om mooi werk te maken. En dan gaat het eigenlijk allemaal wel automatisch. En dan is iedereen een glimlach op zijn gezicht. Wij zelf en de klant. En dat is gewoon goed. Ja, dan even een heel ander soort vraag. Eigenlijk, je had het net over de klant. Hoe werf jij dan klanten? Gaat dat nu vanzelf? Vinden ze jou voor je kwaliteit, voor je speciale projecten? Hoe kom je nu aan klant? Nou, wij krijgen echt serieus heel veel aanvragen van klanten. Voorheen ging ik echt, zat mijn agenda in no time, 1,5 jaar tot 2 jaar vol. En toen had ik zoiets met mij van, ja, godsamme, dan kwam er een heel erg leuk project kwam eraan. En dan moet ik dan nee op verkopen, want we hadden geen ruimte meer in de agenda. Toen heb ik op een gegeven moment gezegd van, nou, ik ga alleen nog maar werk aannemen wat ik leuk vind om te doen. Hè? Dus gewoon selectief de projecten aannemen. En daar is eigenlijk wel heel erg goed bevallen. Dus bij mensen waar we heel graag willen werken, of de projecten waar we heel erg leuk vinden. Alleen onze agenda die was daardoor nog heel erg vlug gevuld. Dus toen moest ik op een gegeven moment gaan kijken van, god, ik ga toch eens even kijken of dat ik niet iemand aan kan nemen. Hè? En ik denk bij mij, nou, zolang de projecten leuk zijn, dat ik er energie van krijg om ze te schilderen. En zolang dat ik gewoon goede schilders kan krijgen die passen in de visie van het bedrijf, ja, dan dermate zijn we gaan groeien. En wanneer is dat gestart? Het eerste personeelslid heb ik 2,5 tot 3 jaar geleden aangenomen. Vrij kort dus nog. Vrij kort, ja. En dat is eigenlijk uitgegroeid tot 5 man personeel voor de bouwvak. En helaas zijn er net met de bouwvak zijn er 2 schilders zijn er weggegaan. We zijn ook eigenlijk wel weer op zoek naar een vierde teamlid. Lukt dat een beetje? Want ik weet, er zijn heel veel klussen, relatief weinig schilders. Is het überhaupt makkelijk om iemand te vinden? We krijgen inderdaad, ik heb op dit moment een vacature lopen. Wij hebben doorgaans niet heel veel moeite om goede schilders te werven. Echter zijn we natuurlijk de laatste 2,5 jaar best wel fanatiek geweest op de banenmarkt. Dus nu loopt het iets moeizamer, maar ik heb er wel alle vertrouwen in dat we dit plekje ook weer opgevuld kunnen. En wat is je ambitie? Je hebt nu dan 3 mensen. Je bent er heel veel op social media naast aan het doen. Wat is je ambitie als je kijkt naar enerzijds het schildervak en anderzijds je rol binnen social media?
Nou, ik heb, we hebben inderdaad even een tijdje gewerkt met 3 teams. En dan inderdaad de social media dingen on the side, zeg maar. En ik merkte dat 3 teams, dat was eigenlijk wel een beetje aan de grote kant. Omdat je dan, dan kun je en het schildergebeuren kun je gewoon goed aan, of net aan. En het social media gebeuren met bij wijze van spreken een podcast, een tv-dingetje, al die andere dingen. Daar kun je ook net aan. Dus nu we weer naar 2 teams terug zijn gegaan, merk ik wel dat het voor mezelf eigenlijk wel wat fijner is. Ik heb zelf wel wat meer tijd op de werkvloer. En ik heb wel alle ruimte nog om mijn social media dingetjes te doen. Dus dit bevalt me eigenlijk wel. Want daar besteed je best heel veel tijd aan. Je vertelde dat het 50% van je tijd ook is wat je aan social media doet. Dus best ja. veel. Ja, en dan is het niet alleen maar social media. We zijn natuurlijk voor Sigma Coatings geven ook workshops. De Mero Finish bedoel je? De Mero Finish workshops. Dat doe ik samen met Nout voor Sigma eigen zaakleden. En volgens mij hebben we nou 15 staan of zo? Om en nabij 15 stuk staan. Ja, ja. Nou, dat doen we dus de komende 2 maanden. Door het hele land? Ja, door het hele land geven we 15 workshops in 2 maanden. Gemiddeld dan 20 collega's schilders. Laten we zien hoe dat je zo'n gaaf, shiny deurtje kunt maken. Kijk, en daar zit natuurlijk ook best wel veel tijd in. Hè? Want je gaat door het hele land. We zijn een keer in Zwolle geweest. We zijn in Naaldwijk geweest. Binnenkort zitten we in Uden. Ja, door het hele land. Mm-hmm. Dus dat is heel leuk. Dus het is niet alleen maar het social media dat ik inderdaad een filmpje maak op de werkvloer. Dat ik daar extreem veel tijd mee bezig ben. Maar meer de randzaken, alles eromheen, zeg maar. Ja, wat me zo in me opkomt is, je draagt echt de liefde voor het vak uit. En wat je ook zei, je wil gewoon mensen enthousiast maken over het schildervak. En zeker ook jongeren. En dat is ook wat je inderdaad met je socials heel erg uitdraagt. En die workshops. Mm-hmm. Ja. Ja, dat is ook zo. Kijk, en als je inderdaad passie ergens voor hebt, dan is het eigenlijk heel makkelijk, maar ook fijn om dat te delen. Als het allemaal puur is. En ik vind het ook gewoon leuk om inderdaad een heel mooie glimmende voordeur te maken. En ik vind het ook heel erg leuk om over mijn vak te praten. Dus dat gaat eigenlijk automatisch. Ja. En iets heel anders over social media hadden we het eerder ook over gehad. Hè? Van, je bent natuurlijk een verfluencer nu. Heb je eigenlijk tips? Want je ziet dat er heel veel mensen heel erg op social media zitten. Heb je tips voor mensen die wat meer actief willen worden binnen social media? Ja, vooral ben jezelf. Kijk, heel veel mensen die willen influencertje of verfluencertje spelen, zeg maar. Alleen het zit er dan niet helemaal in of zo. Of die nemen een bepaald karaktertje aan dat ze gezien hebben en dan gaan ze iets kopiëren. Hè? Maar doe gewoon je ding. Als jij het heel erg leuk vindt om gekleurde muren te teksten, ga lekker gekleurde muren teksten en breng daar leuk in beeld. En ben vooral jezelf. En doe vooral wat je leuk vindt. En breng dat in beeld. En het is eigenlijk helemaal niet zo belangrijk dat mensen jou gaan volgen. Ja? Het is gewoon belangrijk dat mensen jou volgen door jou. En niet. Kijk, je hebt bijvoorbeeld op social media. Ik krijg ook wel eens ooit aanbiedingen. En dan krijg ik weer een mailtje van iemand. Die zegt, god, Ruben, interessant Instagram-account heb je. Wil je met zoveel 100 volgers per dag groeien? Hè? Dat kost dan zoveel een bepaald bedrag. Kijk, ik doe dat bewust niet, want ik vind gewoon dat de volgers die mij volgen, dat zijn mijn volgers en die volgen mij omdat ze mij hetgene wat ik doe leuk vinden. Kijk, en als jij volgers gaat zitten kopen, ja, dan dat heeft helemaal geen zin. Dus inderdaad, voor mensen die zelf iets op social media doen, hey, doe gewoon lekker je ding, post het. En als jij iets leuk vindt en andere mensen vinden dat leuk, ja, dat is de key, zeg maar. Ja, dan straalt het wel uit, inderdaad. Ja, ja. Ja precies. Dat zou ik mee willen geven. En dan, de laatste vraag, en dan sluit we even af. Is, wie volg jij? Wie volg jij binnen social media? Oh, zo. Ik heb natuurlijk collega's schilders die ik volg om inspiratie op te doen. Maar ik volg ook wel behoorlijk wat ondernemers. Gewoon mensen uit een andere branche die eigenlijk een beetje hetzelfde doen. Ik volg bijvoorbeeld een hovenier die heel de dag heggen snoeit of zo. Dat vind ik heerlijk om naar te kijken. En ook vooral van, god, hoe post hij sommige dingen? En ik volg ook wel natuurlijk gewoon wat bekende mensen die leuke content maken en zo. Gewoon volgen wat je leuk vindt. Leuk. Wat de f***, Sjaak?
What the fuck, Sjaak? We hebben elke aflevering hebben een rubriek What the fuck, Sjaak? En daarin behandelen we leuke nieuwtjes, actuele dingetjes uit de schildersbranche. En daarvoor hebben we Nout hier ook aan tafel zitten. Want Nout, ik heb gehoord dat er een krantartikel boven water is gekomen. Dat we in januari hebben met z'n allen een loonsverhoging, verplichte loonsverhoging gehad van 10,3% in de schildersbranche, in de CAO. En nou blijkt dat dat maar 6,9% had hoeven zijn. Weet jij daar toevallig wat meer van? Ja, ik had het even opgezocht voor je. En ik zie hier inderdaad in het artikel staan dat de loonstijging onnodig zou geweest zijn. Per 1 januari is het dus met 10,3% omhoog gegaan. En dat had, zoals het CBS dus had gepubliceerd, maar 6,9% moeten zijn. Nou ja, als het dan de hogere kant is, is dat natuurlijk niet vervelend. Maar dat is wel een verschil van maar liefst 3,4%. Dat is, zeggen ze dus, van dat hebben we te veel betaald. Ja, nou ja, dat is niet prettig voor de werkgevers natuurlijk. Nee, want het zou neerkomen op een bedrag van 40 miljoen euro aan extra loonkosten. Ja, al met al is dat een flink bedrag, ja. Nou, je zal degene zijn die een rekenfoutje gemaakt heeft. Hè? Ja. Dus, nou goed, we zullen weer teruggaan naar waar we bezig waren. Zat jij hier ook mee met jouw werk? Wist jij hier vanaf, heb jij hier met je werknemers ook over gehad? Zit ik me net te bedenken. Nou, die loonsverhoging, die heb ik wel gemerkt, ja. Dus, dat is wel, ja, ik vond dat echt wel een dingetje. Ik bedoel, als je in één keer verplicht bent om je personeel 10,3% loonsverhoging te geven, dat is helemaal niet erg, hè? Want ik vind ook gewoon, de inflatie gaat omhoog, alles wordt duurder. Werknemers doen stinkende best en daar mag ook gewoon voor betaald worden. Hè? Dus ik vind ik helemaal niet erg. Alleen als het dan verplicht is, 10,3%. Kijk, in onze branche zitten wij gewoon de agenda meer als een jaar, anderhalf jaar zitten vol. Dus dat houdt in dat je offertes eigenlijk al anderhalf jaar geleden allemaal gemaakt hebt. En het probleem is dus niet zo om de werknemers van meer te betalen. Maar ik vind het meer dat je alle klanten moet je gaan opbellen en zeggen van ja, sorry. Maar ja, die offerte, ja, die is niet meer actueel. Dus ja, wij moeten die offerte ook gaan verhogen. En daar vind ik wel een nadeel. Want ik probeer eigenlijk altijd bij de klanten binnen te komen met een glimlach. En als je nou al gelijk over een prijs moet praten, dan sta je eigenlijk al 1-0 achter als je dan bij de klant aankomt. Ja, want je bent nog niet eens begonnen en je begint al over de prijs inderdaad. Ja. En het is iets niet wat je zelf niet wil, maar inderdaad wel op moet leggen. Maar hoe ga je zo'n gesprek aan? Ja, dat is gewoon lastig. Ja, dat is gewoon inderdaad opbellen en zeggen van, dit en dit is het verhaal. En we zullen toch een aantal procenten omhoog moeten gaan met de prijs. En de meesten begrijpen dat gelukkig ook wel. Hè. En die snappen ook wel en zeggen ook van, ja, alles wordt duurder. Dus we begrijpen het wel. Nee, want eerder hadden we het er ook over gehad. Je had het over dat je heel veel ondernemers volgt. En ik weet ook hoe belangrijk klantenbinding voor je is. En je daar ook zelf, je vertelde, je hebt ook zelf mensen die je volgt en dat ook meeneemt in je eigen dagelijkse praktijk. Kun je eens vertellen iets over je ondernemingszin met je klant? Hoe ga je ermee om? Ja, ik vind gewoon klanttevredenheid vind ik gewoon alles. Ik vind, en daar doen we ook echt wel gewoon ons stinkende best voor om gewoon inderdaad. Ik vind gewoon als jij, kijk. Toen ik nog zelfstandig was, zzp'er, toen wou ik eigenlijk van elk project een 11 maken. Hè? Ga je op een gegeven moment mensen aannemen? Ja, je kan niet van iedereen verwachten dat het altijd een 11 is. Ja? Dus dan moet je gaan zorgen dat de klant dermate al tevreden is over de werkzaamheden, dat die ook gewoon tevreden is met een 9, wat natuurlijk ook gewoon hartstikke uitstekend is, of misschien zelfs een 8. Maar als alles goed loopt, dan is die 8 en 11 waard. Dus wat ik dan probeer, maar dat is ook een beetje om mijn eigen wat meer vrij te plannen in het bedrijf, nu met wat werknemers, heb ik wat meer de tijd om vlug te reageren op de klanten. Ik sta elke ochtend bijvoorbeeld een half uur eerder op, dan noodzakelijk, maar dan ga ik aan mijn keukentafel zitten en dan open ik mijn laptop. En elke mail die ik binnen heb gekregen, probeer ik binnen 24 uur te beantwoorden. En dat doe ik dan inderdaad 's ochtends, want ik weet dat ik daar de rest van de dag heb daar gewoon geen tijd meer voor.
Ik probeer heel erg duidelijk te zijn in de afspraken. Ik wil gewoon hebben dat alle schilders er netjes uitzien in de kleding. We hebben allemaal handgeschreven namen op onze kleding staan, maar ook op onze bussen. De bussen zien er goed uit. Ik wil niet hebben dat de bussen op de stoep staan geparkeerd. We moeten netjes terecht in de parkeervakken. Als we bij de klant bezig zijn, leg netjes een doekje onder je verfspullen. Hè? Dat je de vloer niet vies maakt of zo bij de mensen. Ik ben op dit moment zelfs bezig om van onze schilders wil ik foto's van laten maken in een schildersetting. En dan wil ik naar een karikatuurtekenaar gaan. En dan wil ik van die foto's, dus in actie, wil ik kleurplaten laten maken. Dus als nou klant kinderen hebben, dan kunnen onze schilders een eigen kleurplaat aan die kinderen geven. En dat vind ik gewoon kicken. Hè? Een beetje potloodjes erbij. Maar gewoon laten we het allemaal niet te serieus nemen. En laten we gewoon lekker gewoon zorgen voor een goede vibe. En als er een goede vibe hangt, ja, dan werkt iedereen prettig. En dan, dan is de klant tevreden. Het lijken inderdaad kleine dingen, maar het is zo belangrijk. Iets anders waar we het ook over hebben gehad een tijd geleden is als mensen onrealistische eisen stellen. Dan kun je als schilder op je strepen gaan staan van joh, dit hoort niet bij mij. Maar jij pakt dat ook net weer iets anders aan. Kun je daar nog wat over vertellen? Ja, kijk, ik heb ooit ergens opgevangen dat je... ze zeggen altijd... shit in, love out, zeg maar. Ja, dat doen ze. Maar dus als mensen beginnen te blaffen, ga vooral niet terugblaffen. Maar probeer er gewoon een positieve draai eraan te geven. En het gewoon... positief terug te brengen. En dan kom je er toch al vaak wel weer gewoon op een goede manier uit. Zeg maar. Ja, en ook het grotere doel in de gaten houden. Je vertelde toen dat voorbeeld dat iemand met een stoep of zo was, dat die moest open en er moest wat geschilderd worden. Ik weet niet of het je nog herinnert, maar het was een heel onrealistisch eis waarvan je dacht, dit hoort niet bij mij. Maar ik dacht, laat ik het maar doen. En sindsdien heeft die klant is heel tevreden en komt ook veel vaker terug. Dus... Ja, kijk, je hebt natuurlijk... ik werk heel erg met... Ik heb op een gegeven moment een boek van Jos Burgers gelezen en die heet De Fanstrategie. Wie is Jos Burgers? Dat is een spreker. Ja. En die motiveert ondernemers met echt hele leuke, toffe dingen. En die heeft de fanstrategie bedacht. Dus die heeft op een gegeven moment gezegd, nee, je moet nou eens gewoon proberen om elke dag een fan te maken. Dus elke dag voor iemand een stapje extra te doen. En dat ben ik op een gegeven moment ook gaan doen. En als je dat dus gaat doen, dan merk je op een gegeven moment dat je gewoon echt... dat mensen heel erg enthousiast gaan worden over jezelf. Ik was bijvoorbeeld een tijdje geleden, was ik ergens. Ik moest bij een huis komen kijken. Een heel mooi huis. Die hadden een buitenzwembad. En die vroegen of ik daar wou schilderen, de buitenzwembad. Een gemetseld buitenzwembad en dan de coating, zeg maar, in het bad zelf. En ik kom daar kijken met een deskundige. En die deskundige zegt, ja, maar je moet je niet aan beginnen, want het is gewoon fout gebouwd en de zonde van de verf om hier iets mee te doen. Hier zou eigenlijk een waterzak in moeten gemaakt worden, een zak waar je dan het pad mee kan vullen. Dus ja, 9 van de 10 die zeggen dan, ja, sorry, we kunnen hier niks aan doen, we zijn er weg van. Maar ja, die vrouw, die was eigenlijk helemaal niet, ja, die was ten einde raad, die dacht echt van, ja, ik moet er binnenkort in de huis en ik wil dat zwembad klaar hebben, want mijn kinderen moeten in dat zwembad en een hele verbouwing voor de deur. Dus ik zeg op een gegeven moment tegen die vrouw, ik denk, ja, ik heb nog wel een telefoonnummer van iemand die dat kan maken, denk ik. In mijn netwerk zit wel iemand die in een zwembaden zit. Dus ik heb, waar zij bij was, die man gebeld. Ik zeg, god, ik zit hier bij een rond zwembad en dit en dat is het verhaal. En kun je dat maken? Ja, dat denk ik wel. Dus ik heb mijn telefoon doorgegeven aan die vrouw en die hebben gelijk een afspraak gemaakt. Maar die vrouw was wel geholpen dat ze het zwembad in no time in gebruik had. Die de kinderen kon zwemmen, dat zij er verbouwing af kon maken. Maar in die tussentijd, ze was zo erg tevreden, heb ik wel gewoon het complete schilderwerk van die woning geoffereerd en binnengehaald. Dus het is gewoon, ja, waar de meeste mensen dan denken van, ik heb hier niks te halen, ik ben er wel weg van. Ben gewoon aardig tegen elkaar en dat is gewoon goed. Ja, zo laat je ook zien dat je te vertrouwen bent. Het meer om het totale plaatje doet inderdaad. Ja, kijk, en het hoeft niet altijd om centen te gaan. Hè. Gewoon een stukje service is ook heel erg belangrijk. En hoe vraag je, want jij bent heel erg van de fanstrategie. Het zit heel erg in je DNA ook. En je medewerkers, hoe pakken die dat op? Train je ze daarin? Help je ze daarmee? Nee, kijk, het is heel erg leuk. Het is heel erg makkelijk om te zeggen van, god, we gaan nou aan een fanstrategie beginnen. Mm-hmm. Hè? Maar dan moet dan iemand moet dat dan ook wel willen. Wat ik wel probeer te zeggen is van,
Als wij bijvoorbeeld ergens een steiger neergezet hebben of zo, dan zeg ik van God, hè, vraag even een schoefel naar de rand. Als we die steiger in de tuin neergezet hebben en de zand is allemaal een beetje platgestampt, schoefel even een keer die tuin of veeg een keer de stoep aan of doe even gewoon iets extra's. Waar gewoon, het hoeft maar een heel klein dingetje te zijn, maar er zijn wel van die dingetjes die mensen straks zeggen op een verjaardag. Tegen andere mensen zeggen van, nou, ik had ook een schilder. Je had mijn dakpijl geschilderd. En voordat je het af ging lakken, heeft je even netjes de ramen gewassen. Maar ja, omdat wij er niet bij kunnen. Van dat soort dingetjes, weet je. Dat is gewoon goud. Ja, dat je de meeste klanten via krijgt. Ik bedoel, je marketing is heel goed. Je kleine dingen zijn goed. Maar ik denk dat inderdaad de klussen binnenkomen door dat face-to-face. Ja, precies dat. Mond-op-mond, hè. Gewoon inderdaad. We moeten gewoon hebben dat er langs de lijn bij het voetbalveld of op een verjaardag aan de hangtafel of zo. Daar moet goed gesproken worden over je. En of dat is dan, dat is de beste marketing die er maar kan zijn. Ja. En dan toch nog weer even terug naar dat het social media. Want dat is waar we nu ook hiervoor zitten. Mm-hmm. Liefde uitdragen van je vak. Je doet al ontzettend veel. Wat zijn je ambities op het gebied van social media? Wat wil je nog meer oppakken? Ja, boah, dat is een goeie. Een grote vraag. Ja, maar wel een goeie. Nou, kijk, we zitten hier dus inderdaad nou een podcast op te nemen. Ja, vind ik helemaal fantastisch, weet je wel. Ik bedoel, hoe leuk is het nou dat we een tafel hebben, een platform waar we mensen uit gaan nodigen uit de schildersbranche. Bekende, maar ook gewoon onbekende. En gewoon lekker gaan kletsen over ons vak. Ik bedoel, dat is al helemaal tof. En samen met Nout het land in voor de workshops. Hoe leuk is het om elke avond 20 gedreven collega's te laten zien hoe dat ze een voordeur mooi kunnen schilderen. En dan ga je ook lekker een beetje sparren naderhand, ook over het werk. Het zijn interactieve workshops, dus ik bedoel, alle vragen die ze maar willen stellen, die kunnen ze stellen. Ja, joh, dat wordt zo goed ontvangen en daar komen ook weer de enthousiaste mensen op af. En een tijdje geleden heb ik een tv-programma meegewerkt met een tv-programma voor RTL 4. Dat komt in oktober op tv. Van Passie naar Droombaan. Ja, en daar zit ook nog wel een openingetje in de toekomst misschien. Wat was jouw rol in het tv-programma? Nou, ze zochten een ambassadeur voor het schildersvak. Dus het programma heet Van Passie naar Droombaan. En daar lichten ze sommige ambachten of werkzaamheden lichten ze uit om te laten zien hoe leuk nou een bepaald vak is. En ze waren op zoek naar een ambassadeur voor het schildersvak. En daar kwamen ze bij mij uit. En ik heb dan in 2 dagen filmtijd heb ik mogen laten zien hoe een mooi vak dat we wel niet hebben. Het is wel leuk om te horen. Passie staat wel bovenaan bij jou. En inderdaad ook de passie die je in de podcast terug wil laten komen. Ja. En wat je zei, gesprekken met schilders. Mm-hmm. Heb je verder nog ideeën wat je wil oppakken? Ja, god. Ik ben eigenlijk altijd gewoon eigenlijk een raket op dat gebied. Mijn vrouw die wordt er ook altijd helemaal gek van. Want elke week komen er wel weer nieuwe ideeën bij. Dus en eigenlijk alles wat ik doe of wil doen, dat wil ik ook wel perfectioneren of in ieder geval nelen. En, door dat tv-programma zijn er wel wat deuren geopend. En heb ik wel een paar aanbiedingen gehad. Daar vind ik ook wel een heel erg interessant stukje, hoor, om iets op televisie te gaan doen. Ja, en daarnaast fijn dat het goed dat het deuren heeft geopend. Maar ik denk ook dat het goed is om de passie voor het vak wat meer naar het voetlicht te brengen. Zodat ook de jongeren, daar ben je ook heel mee begaan, ook veel meer geënthousiasmeerd worden. Dat nog meer mensen in het schildersvak terechtkomen. Ja, kijk. We roepen natuurlijk allemaal, of in ieder geval heel de branche, die roept ook over van god, hè, de branche verouderd. Hè. Volgens mij is de gemiddelde leeftijd is ergens midden 40. Boven de 50. Boven de 50, ja. Zelf in de branche. Dat houdt in dat binnen nu en 10 jaar 1/3 van de schilders zal met pensioen gaan. De aanwas is niet heel groot, dus ze hebben ook gewoon iedereen roept van we moeten nieuw leven blazen in de schildersvak. Het moet sexy en het moet stoer. En ik probeer daar ook wel een beetje te laten zien inderdaad om mijn social media van gebruikspuitapplicatie. Het is niet dat je met een of andere stoffige broek een nieuwbouw aan stoppen bent met een hele grote kwast. Maar je kan ook extreem mooi werk maken en leuke kleurencombinaties gebruiken. En de schildersbrandjes hartstikke innovatief met allerlei nieuwe uitvindingen en noem het maar op. En daar springen wij natuurlijk hartstikke op in.
Ja, ik heb het nog even nagekeken inderdaad. En de gemiddelde leeftijd is 40 jaar. En dan zie je ook inderdaad de verschillende partijen toch wel een beetje in paniek raken. Van oké, de gemiddelde leeftijd gaat omhoog. We hebben instroom nodig, want als het zo doorgaat, ja, dan heb je straks heel veel klussen die niet voltooid kunnen worden, zeg maar. Of heel lang moeten wachten. Ja, precies. Dus dat wordt echt wel een serieus probleem in de branche. Dus we moeten eigenlijk met z'n allen inderdaad zorgen dat het gewoon een super interessant vak is om in te duiken. Streek van de week. In elke aflevering hebben wij de streek van de week. En de streek van de week, dat is een dingetje waar we de gast normaal gesproken, vragen van God, wat voor streek heb jij ooit geleverd in de branche? Maar ik zal je een beetje beschermen, Peter. Ik zal deze wel voor me nemen dan voor de streek van de graag. Week. Graag. Ja. Dank je. Wat is jouw streek? Nou, ik weet nog dat ik heel wat jaren geleden, toen was ik bezig met een verbouwing, waar we een verbouwing aan het schilderen. En de aannemer was ook nog bezig en was een heel mooi huis. Ik denk dat ik een jaartje of 21 was of zo, weet ik veel. En op een gegeven moment ging het erom dat de eigenaar die moest nog de kleur van de voordeur moest hij nog uit gaan zoeken. Dus ik vroeg op een gegeven moment in een volle bouwkeet waar alle timmerlui, noem het allemaal op, bij zaten aan die eigenaar. En was een beetje een stoere man. Zeg, God, Hans heette die. Ik zeg, wat voor kleur moeten we de voordeur doen? Want ik moet die dadelijk in de grond verder zetten. En hij had gezegd, ach, wat interesseert mij dan nou? Hoe is die roze? Ik denk, oké. Dus Hans ging werken. En ik had wel roze in de bus staan. Dus ik heb zijn voordeur roze geschilderd. En die hele verbouwing heeft volgens mij een maand geduurd of zo. Maar we hebben echt gewoon 2 maanden gewacht om die voordeur op een gegeven moment af te lakken. Dus je hebt gewoon 2 maanden lang met een roze voordeur gezeten. En dat was wel een beetje mijn streek van de week. En die man heeft er nog steeds over. Het aannemersbedrijf heeft er nog steeds over. En ik denk dat hij zijn lesje wel een beetje geleerd heeft om niet zomaar te roepen dat hij een roze voordeur wil. Ik denk dat je niet meer door hem bent ingehuurd voor een klus. Jawel, want het heeft juist net heel erg positief gewerkt. Hij vond het juist net al stoer en jawel. Ja, het is helemaal goed gegaan. Leuk. Grappig, je zegt roze. Je bent toevallig nu ook in het roze. Toch weer even terugkomend op het schildervak. Je zei, het is heel innovatief. Er zijn heel veel nieuwe dingen. We moeten nieuwe aanwas. Wat voor innovatieve dingen? Nou ja, mirror finish is iets wat al net komt. Maar wat voor innovatieve dingen zie je nog meer? Hoe kunnen we ons in het schildervak verbeteren? En wat speelt er allemaal? Nou kijk, ik bedoel, we hebben natuurlijk, waar we dadelijk naartoe gaan, en daar is Sigma natuurlijk al behoorlijk mee bezig geweest, is de terpentine lakken, die gaan dadelijk verdwijnen. Ja. Hè? Buiten. Binnen zijn ze al verdwenen, buiten gaan ze ook verdwijnen. Kijk, Sigma is natuurlijk met de Spraymaster gekomen, waarmee je een spuitinstallatie waar je watergedragen lakken met heel veel controle buiten kan verspuiten. Het is natuurlijk zo dat het wordt op het moment denk ik nog niet extreem veel ingezet. Omdat ik denk dat het nog een beetje te vroeg is. Ik vind het een fantastisch concept. Waarom te vroeg? Omdat mensen nog steeds zijn synthetische kwast pakken en synthetische verf en een bepaalde glans willen behalen op de kozijnen. En de glans ligt natuurlijk iets minder met een watergedragen product als met een synthetisch product. Maar ik vind daar echt gewoon een mega goede innovatie. Waar eigenlijk nog te weinig aandacht krijgt. Dat is bijvoorbeeld één. Waar we een aantal jaar geleden alleen maar op een ladder of een steiger stonden, heb je nou bijvoorbeeld tegenwoordig de meest waanzinnige hoogwerkers, waar we met z'n allen op staan te werken. En daar wordt het ook allemaal weer veel makkelijker meegemaakt. Spuitapplicatie. De hele varkenshaar is verdwenen eigenlijk uit de branche. Het zijn allemaal synthetische haren geworden. Als je nou kijkt naar je eigen bedrijf, hoe heeft dat voor jou, hoe is jouw werkwijze veranderd? Als je vergelijkt met toen je begon in 2016 naar nu, wat heb je anders gedaan? Hoe heb je gezorgd dat je sneller werkt? Ja, ik ben gewoon mega fan van innovaties. Ik vind gewoon, als er iets nieuws is, daar wil ik gewoon proberen. Daar wil ik gewoon testen. Daar wil ik gewoon kijken. Kijk, je moet op een gegeven moment gewoon na gaan denken. Je moet ook gewoon, ik noem er iets spuitapplicatie. Hè? Als jij heel veel plafonds moet gaan taxen, sausen.
Iedereen zegt altijd sauzen. Ik vind teksten veel fijner. Ik vind sauzen vind ik altijd zo. Maar goed. Wat is teksten? Misschien, ik ben een leek. Ik ken die term niet. Wat is dat? Ja, het aanbrengen van muurverf. Teksten. Ja. Teksten, sauzen. Hm. Ik houd op teksten. Maar in ieder geval, als je heel de dag plafonds moet teksten. Ja, ik zou nou zeggen, ja, zet spuitapplicatie in. Hè? Je bent de hele dag met je boven je hoofd aan het rollen en noem het maar op. En ja, je hebt maar één lichaam gekregen en dan moet je het mee doen. Hè? En zorg dan gewoon voor een spuitinstallatie en spuit die plafondjes tegenwoordig gewoon. En dat is hetzelfde met schuurmachines. Steeds meer fantastisch mooie schuurmachines. Waar we voorheen inderdaad met de hand aan het schuren waren. En de neus helemaal vol met stof hadden zitten. Hebben we nou een te gekke schuurmachine met een goede stofzuiger erop. En de markt is constant in beweging. En daar vind ik zo leuk van het schildersvak. Dat kan ik me heel goed voorstellen. We hadden het net over een roze voordeur. Nou denk ik dat het helemaal niet... Dat is niet echt gewenst natuurlijk. Maar hoe ga je om met kleur? Want ik weet dat het verschil is heel lastig is om kleur te adviseren. Doen ze ook liever niet. Mm-hmm. Hoe ga jij om met kleur? Want dat is ook een groot onderdeel van je werk. Ja, ik heb... Waar andere schilders, zeg maar... 9 van de 10 schilders gewoon standaard de halfkleurenwaaier, zeg maar, in het busje hebben liggen. Ik wil mij eigenlijk net altijd onderscheiden door kleurgebruik. Eigenlijk het eerste wat ik doe als ik een heel vet pand zie, dan denk ik bij mij, hoe vet is dat als je nou een andere kleurencombinatie op kan zetten, dat mensen ook daadwerkelijk ook van ver af zien dat het geschilderd is. Kijk, als een huis Rol 9001 geschilderd is, ja, als je dan een meter vanaf staat, dan zie je dat het glimt. Maar van een afstandje zie je niet dat het geschilderd wordt, weet je wel, of geschilderd is. Dus ik hou er gewoon van om dingen een nieuwe uitstraling te geven. En helemaal, we doen best veel met façades, hè. En met buitenmuurverven. Ja, dat vind ik helemaal fantastisch. Ik bedoel, waar iedereen inderdaad standaard 90-10 op de muren doet, of RAL 90-16, werken wij met te gekke kleurencombinaties. En waar mensen zeggen, wauw, dit is vet geworden. Hoe overtuig je je klant in Of is dat niet nodig en vertrouwen ze je op je expertise? Ja, ik heb zelf best veel klanten die inderdaad iets met zijn muren willen. En die ons echt gewoon opbellen, omdat ze gewoon weten dat wij daar heel veel ervaring mee hebben. En hun daar ook gewoon goed in begeleiden. En kijk, wij werken altijd met een gepigmenteerde primer als eerste laag. Kijk, en wat ik dan bijvoorbeeld ook heel erg vaak doe, is dan laat ik de mensen, of dan kies ik samen met de mensen een aantal kleuren uit. Het zijn toch altijd een beetje gebroken wit tint. Hè? Maar dan kun je wat meer naar een zandkleur gaan, wat meer naar een grijs kleur, weet ik veel wat. En dan kun je gewoon zeggen van, nou, weet je wat, ik heb toch 8 gepigmenteerde primer emmers nodig. Die eerste 4, dan ga ik 4 verschillende kleuren van halen. Hè? Al die kleuren die dekken toch op elkaar, dat is geen enkel probleem. En dan zet ik gewoon een aantal vlakken, zet ik gewoon op dat de mensen op zijn eigen woning kunnen kijken. En dan zien ze inderdaad, oh vrek, ja, het hoeft helemaal niet zo wit. Ik kan best wel 3 tinten donkerder gaan, wat ze eigenlijk heel spannend vinden. Maar dan kunnen ze dan op dat moment visualiseren. Ja, en dan kun je ze overtuigen. En dan maak je gewoon de te gekke kleurencombinaties die je zelf in je hoofd hebt. Ja, zo maak je ook het verschil natuurlijk. Ja, je moet het anders doen dan anderen. Ja, en dat is eigenlijk toen je begon met je bedrijf wilde je het al anders doen dan anderen. En dat is ook een beetje de leidraad geweest. Anders, ja. En kwaliteit, toch? Ja, ik heb op een gegeven moment bedrijf in armen genomen om een logo te creëren. En dan gaan ze op een gegeven moment ook gewoon kijken naar jouw kernwaardes van je bedrijf. En er kwamen ook altijd kwamen 3 woorden eruit. En dan, ik noem het altijd de APK. Dat was ambacht, perfectie en kwaliteit. En daar staan we nog steeds voor. Ja. Wat is jouw grootste uitdaging? Want het lijkt alsof het wel heel soepel gaat. Alles, je hebt kwaliteit, je hebt mooie klanten. Maar wat is jouw grootste uitdaging? Ik denk dat mijn grootste uitdaging is om mezelf bij te houden. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Nee, maar ik bedoel, ja, er komen elke keer zoveel ideeën vanuit mezelf op mijn pad. Maar ook gewoon extern, dat inderdaad partijen naar me toe komen. Oh Ruben, dit is wel leuk en dit is fantastisch. En ja, ik denk dat we het wel eens ooit vaker over gehad. Dat het op een gegeven moment wel een punt is dat je op een gegeven moment keuzes moet maken. En moet zeggen van, ja, dit wel en dat niet. En ja, we hebben niet overal tijd meer voor. Nou ja, dat is de kracht van social media. Ik bedoel, je hoort, er komen zoveel nieuwe mensen bij, zoveel verzoeken. En dat is inderdaad waar we het over hebben gehad. Waar sta je voor? En zeg je op alles ja? Of zeg je op sommige dingen, nee, sorry, dit past niet bij me? Nee,
Nee, precies. En sommige dingen die zijn ook te gaaf om niet te doen. Ik heb een aanvraag bijvoorbeeld gehad. We zitten op dit moment in Amsterdam en ik kom zelf uit Eindhoven. Maar dan krijg ik via LinkedIn krijg ik dan weer een aanvraag binnen om een voordeur te gaan lakken op de Keizersgracht in Amsterdam. Ja, dat vind ik dan weer te kicken om dat weer niet te doen, weet je wel. Dus doe je wel. Ja, leeg, ga ik dat doen. Maar dat vind ik gewoon leuk. Dat is gewoon een heel mooi pand trouwens ook. En die man zegt dan ook van, ja, ik begrijp dat je niet ons hele pand komt schilderen. Ik zou wel leuk vinden als je onze voordeur komt doen. Kijk, en dat is eigenlijk mooi als je inderdaad twee teams hebt lopen die gewoon het reguliere constant werk doet. En dat je zelf een beetje de ruimte hebt om dat soort pareltjes eruit te pikken en toch te kunnen behandelen. Gaaf. Ja. Even kijken, want je had het over pareltjes eruit pikken. Zijn er nou nog dingen waarvan ik denk van, nou, dat lijkt me heel tof om te doen? Je hebt het nu een voordeur op de Keizersgracht. Wat zijn nog meer projecten wat je heel graag zou doen? Ik stop pas als ik een koninklijke voordeur geschilderd heb. Je hebt connecties gelegd, hè? Dat is inderdaad, ja. Dat klopt, ja. Heb je niet even je visitekaartje afgegeven? Nee, ik ben natuurlijk jurylid van het NK Schilderen. En heb ik afgelopen jaar heb ik de koning nou inderdaad mogen ontmoeten. En dat was ook wel een hele gave. Wist je dat van tevoren? Nou, op het NK Schilderen, dat is eigenlijk, dat weten heel veel mensen niet. Maar dat is echt wel een geweldig platform. En ik zou ook echt elke leerling schilder willen adviseren om zich eigenlijk daarvoor in te schrijven. Het NK Schilderen, dat hoort bij de World Skills organisatie. En daar doen 58 beroepen aan mee, die allemaal zo'n Nederlands kampioenschap hebben. Afgelopen jaar was het in Amsterdam. Beroepen in de bouwsector of breder? Nee, voor mij is het allemaal een beetje ROC-achtig. Mm-hmm. Maar je hebt bloemschikken, je hebt schilderen, je hebt elektriciens, je hebt schoonheidsspecialisten. Dus alle vakgebieden komen daar aan het licht. Afgelopen jaar was het in de RAI en echt mega, doen duizenden leerlingen doen er aan mee, helemaal fantastisch. Maar afgelopen jaar was het dus inderdaad zo dat de koning, die zou naar de World Skills komen. En hij had 3 ambachten uitgezocht om te bezoeken, waarvan 1 was dan de schilders. En ik hoor, dit wordt een kans. Ja, je had ook iets een grotere rol gekregen dan dat je überhaupt had bedacht of van tevoren. Ja, precies. Maar op een gegeven moment kwam dus een delegatie van het Koninklijk Huis kwam op de vloer, hè, bij de setting met de schilders, een dag van tevoren. En die namen het draaiboek door. En de koning had aangegeven dat hij wel graag zou willen spreken met 2 oud-deelnemers. En ik dacht, damn. Gaat mijn kans. Ik denk, er zijn maar 4 juryleden. Ja, en toen ik 16 was, toen was ik echt niet bezig met Nederlands kampioenschap schilderen, moet ik eerlijk toegeven. Maar ik denk, er worden dus die andere 2 jongens. Maar toen kwam de koning op de vloer de dag erna. En toen... De volgende dag bedoel je? Ja, de volgende dag. En die zag in die hal een hele massa, menigte, zag je verplaatsen. Ik denk, daar komt hij aan. Hè? En ik stond er een hoekje een beetje te malen. En ik mag niet met hem praten, weet je wel. En toen kwam je de werkvloer op. Maar die 2 jongens, die hadden niet extreem veel te vertellen. Ik bedoel, de koning stelde een paar vragen. En waarschijnlijk waren ze ook dichtgeklapt met zo'n koning. Misschien wel, dat weet ik niet. Maar ik heb het ook niet exact kunnen volgen. Maar op een gegeven moment, de koning dacht bij zeggen, weet je wat, ik ga spontaan maar een rondje lopen hier. En mocht dat dus, wel? Want er liepen toch allemaal mensen zenuwachtig rondomheen? Ja, er waren allemaal van de beveiliging. Maar hij ging in één keer spontaan, ging hij alle wanden van de deelnemers ging hij bekijken. Want hij was oprecht geïnteresseerd. Dus hij maakte hij begint op een gegeven moment te lopen. En die beveiliging die schreef zich rot. En die moesten allemaal langs die coulissen allemaal meelopen. En aan het einde van die ronde, ik stond bij de wand waar de uiteindelijke winnares, bij Anne stond ik. En de koning liep eigenlijk regelrecht op mij af. En op een gegeven moment, hij kijkt naar mij en ik had zo'n keycord ook om, waar stond jurylid op. En hij kijkt mij aan en hij zegt, nog een jurylid. En hij geeft mij een hand. Ik zeg, ik ben Ruben van der Kruis. Hij zegt, god, en wat ben jij nou zo leuk aan het vak? Ik denk, had hij net jou moeten vragen. Geef die man een stoel, weet je wel. Dus ik heb er even, ik denk een minuutje of 2 met hem over het vak gekletst. En het was echt mega leuk en hij was echt oprecht geïnteresseerd. En dus wie weet, komt het nog eens een keer. Maar niet even snel je visitekaartje gegeven. Ik heb hem naderhand ook wel een paar keer nog getagd op LinkedIn. Dat leek me nog subtieler. Ik denk, hij kan mij veel beter volgen op LinkedIn. Dat doet meer als dat visitekaartje.
Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, en ja, elke aflevering hebben we natuurlijk ook de vraag maar raak vragen. Vraag maar raak aan de vakjaak vragen. Ja, ik zag op LinkedIn dat je inderdaad al een groot aantal vragen had verzameld. Ja, kijk, dus bij deze ook een oproep voor alle luisteraars. Heb je nou na het beluisteren van deze aflevering of in het algemeen vragen aan mij of over het schildervak in het algemeen, dan kun je die vragen stellen via onze Instagram-site Vakjaak of Facebook, onze Vakjaak-pagina. We hebben nou voor deze aflevering heb ik alvast een balletje opgegooid op mijn eigen socials en heb ik gevraagd van, god jongens, hebben jullie toevallig al iets waarvan je zegt van, nou, hè, dat zou ik graag aan jou willen weten. Dus we hebben een aantal vragen hebben binnengekregen. Misschien is het iets als jij ze opleest en dat ik ze gewoon beantwoord. Anders lees ik ze mag, op. Mag ik de honneurs aan Nout geven, want ik heb een leesbril niet op. Oh, dan mag. Dan zal ik ze voorlezen. Vraag maar raak. Gaan we eens kijken. De eerste vakzaakvraag. Wanneer is er meer informatie bekend over de mirrorfinishdagen voor Sigma eigen zaakleden? Die kan ik eigenlijk beter aan jou vragen. Ja. Nou, die mirrorfinish, die demo's die lopen al ondertussen. Dus die lopen nog tot en met eind oktober. Dus mocht je nou echt interesse hebben in zo'n avond, kijk even bij je vestiging. Vraag het na. En wie weet zien we je dan op de avond. Heel goed. Door naar de volgende. Nou, dat is ook een interessante. Heb jij tips om vliegen, muggen, et cetera te weren? We hebben afgelopen dagen, was het erg warm. Heb ik er heel veel gezien. Dus ik kan me voorstellen dat het wel een probleem is. Heb jij daar tips voor? Ja, ik heb er zelf eigenlijk ook altijd last van gehad. Maar sinds dat ik met een chameleon op mijn schouder schilder, heb ik eigenlijk geen last meer van vliegen. Nee, zonder gaan. Ik heb er wel een tip voor. Probeer gewoon de voordeur zo ver mogelijk open te zetten. Zodat je, kijk, heel veel mensen die schilderen voordeuren en leggen dan een houtje tussen de deur en doen ze de deur bijna dicht. Zodat er de warmte binnen blijft of weet ik veel wat. Maar ja, dat is natuurlijk de kans dat de meeste vliegen natuurlijk in komen. Dus probeer die deur zo ver mogelijk open te zetten. En wat we ook wel eens ooit willen doen, is een luchtventilator. Zo'n propeller, zeg maar, in de deursponning te zetten. Maar dan moet je er wel eentje hebben die aan de achterkant geen lucht verplaatst. En dan krijg je een luchtcirculatie. Ja, en dat vinden insecten niet fijn. Okay. Dus dat is wel een dingetje wat wij wel eens ooit doen. Goeie tip. De volgende. 1 of 2 keer aflakken? Ja, ik ben van mening dat 2 keer aflakken kwalitatief beter is. Maar er is niet altijd tijd voor. Dus als we inderdaad in het... ik lak al mijn deuren af met de Sigma Allure Gloss. Ja, ik hou het dan lekker in de Sigma Allure pakket. Dus ik grond de deur bij. Ik lak hem eigenlijk voor met de Sigma Allure Primer. En dan lak ik hem af met de Sigma Gloss. En dan heb je eigenlijk gewoon de betere droging. Dat je eigenlijk een reguliere huis gewoon in een week kan schilderen. Ja, want kwaliteit is voor jou heel belangrijk. Heb je dan dezelfde kwaliteit als je met 2 keer aflakken zou hebben? Ja, ik ben van mening dat je glansbehoud iets langer is als je hem 2 keer aflakt. Alleen voordat de lak echt helemaal doorgedroogd is en dat je hem volledig goed kan machinaal kan matteren, ja, dan gaat met een gewone lak niet lukken. Dan moet je echt wel weer gewoon een paar weken ertussen zetten en die tijd heb je vaak niet. Oké, okay. Dat is ook dus als je een mirror finish deur doet, dat je dus 3 weken later nog een keer terugkomt. Dat is nee, we proberen een mirror finish kun je gewoon in het Allure pakket maken. Dus met de Allure Primer en Allure Gloss kun je gewoon een fantastisch mooie deur maken. Oké, okay. Maar hoe krijg je dan de kleine stofdeeltjes weg voor het aflakken? Je hoort vaak, zeker voor zo'n mirror finish, dan wil je helemaal geen stofdeeltjes eigenlijk op je deur. Nee. Hoe doe je dat? Nou, hoe dat je dat doet, dan moet je eigenlijk de workshop mirror finish vervolgen. Nou, dan we moeten niet alles weggeven. Nee, dat is waar. Dan zien we ze daar. Doe jij nou alles met de kwast of pak je soms toch stiekem een roller erbij? Wij doen eigenlijk alles met de kwast. Of het moeten extreem grote objecten zijn, dan pakken we een roller erbij. Ja, en je spuit natuurlijk, vertelde je net. Ja, alleen ik denk dat deze vraag voornamelijk gaat over de lakken. Maar muurverf inderdaad spuiten we ook veel. En waarom geef je de voorkeur aan de kwast tegenover de roller? Ja, de vloeiing is veel mooier.
Dus met een roller krijg je toch heel erg vlug dat sinaasappelhuideffect. En vooral met een hoogwaardige lak, die plakken wat meer, die zijn wat stugger. Die vloeien dan op dat moment ook wat minder dicht, omdat je de lak eigenlijk wel opentrekt. Terwijl als je met de kwasten strijkt, dan is de vloei gewoon veel mooier. Oké. Dan hebben we nog een andere vraag. Hoe schilder je een trap waarvan alleen de treden met vloerbedekking bekleed zijn? Ja, wij doen niet altijd gewoon met het kwastje netjes besnijden. Maar ja, ik kom wel van de generatie dat wij ook bijvoorbeeld de gekleurde muren toen dat tijd gewoon met uit het poosje, zeg maar, besneden, zoals wij dat in onze vaktermen noemen. Kijk, tegenwoordig heb je natuurlijk een beetje de afplakgeneratie. Ja, dus de mensen die dat niet uit het handje kunnen, zou ik dan toch zeggen van ja, probeer het af te plakken, maar probeer het dan over de rand van het tapijt te plakken en in te duwen, dat je in ieder geval niet het hele tapijt onderschildert. Maar ik zou het liefste gewoon willen uit het handje, dat is het strakste. En minder risico. Ja, en minder tijd. Juist. Uiteindelijk. Ja. Ah, dat is een hele leuke. Wat is de kleurcode van Rubens Blauw? Ja, die staat bij jouw Sigma-dealer waarschijnlijk gewoon in de computer. Dat denk ik ook, ja. Ja. Dus, en dat is ook eigenlijk de enige plek waar die in de computer staat. Okay. Dus ja, ga er maar heen. Vraag naar Rubens Blauw. En als de kleurcode er niet in staat, dan bel even naar het SSC Eindhoven. Want daar hebben ze zeker de kleurcode en dan kunnen ze hem in de computer zetten. Dat is een uitgebreide vraag. Hoe komt het dat Allure Primer soms zo snel lijkt aan te trekken en streperig opdroogt? En dat je pas een echte bolle glans krijgt, lijkt te krijgen wanneer je na Allure Primer ook voorlakt? Ja, ik denk dat er te lang gewerkt wordt dan in de primer. Ik heb zelf eigenlijk niet echt veel problemen met dat die streperig is. Ik zou dan een beetje gaan kijken van god, wanneer, op welk moment van de dag heb je jouw primer gebruikt? Als je weet van ja, het is vandaag 30 graden, of het wordt 30 graden, en je hebt die voordeur, ja, ga hem dan gewoon schilderen dan in de ochtend. Hè? Dan droogt hij wat minder hard aan. En zorg dat je altijd een beetje een verse primer hebt. Er zijn genoeg mensen die een 2,5 liter blik hebben, die ploppen dat blik open en die werken er elke dag uit en doen de deksel weer op. Ja, op een gegeven moment zijn de vluchtige stoffen eruit en dan is die inderdaad taai. Hmm. Zorg gewoon dat de primer of de lak altijd vers is. Ja, eens kijken. Nou, ik vind dit wel een leuk om mee af te sluiten. Hoe was je toen je voor jezelf begon? Hoe ik was? Een vrij open vraag, denk ik. Zo, hoe was ik? Mega gedreven. Dat is nu niet anders. Ken je niet anders. dus eigenlijk was ik gewoon mezelf. Ja. En dan hebben ze er nog een tweede vraag bij gezet. En dat is met of zonder personeel werk? Nou ja, die hebben we al enigszins beantwoord natuurlijk. Met, want ik bedoel, alleen werken in de schildersbranche is gewoon hartstikke lastig. Ik bedoel, alleen muurverf aanbrengen is helemaal niet prettig. Alleen stijgers opbouwen is helemaal niet prettig. Alleen pauzeren is helemaal niet prettig. En wat is er nou leuk om gewoon lekker met je collega's op pad te gaan en Nederland mooier te maken? Ja, ze zeggen ze wel eens, alleen ga je sneller, samen kom je verder. Zo is dat. Ja. Sluit ik mij helemaal mee aan. Maar wel beperkt, zodat je niet ook met de administratie zit. Want je was groot en je had zoiets van, nou, laat ik maar kleiner blijven. Ja, goed, we hebben even een stapje gemaakt naar iets groter. Maar goed, ik sluit ook niet uit dat we misschien wel weer eens ooit weer zo een keer weer gaan groeien. Maar ik vind, nou vind ik het eigenlijk wel even lekker. Ik ben nou een beetje, ik zit nou wel lekker goed op mijn plek. Nou, voor zover de vragen. En ik denk dat we alles ook wel een beetje gezegd hebben voor vandaag eigenlijk. Hè? Dat we, ja, dat denk ik ook. Ja. Ja, dank voor de uitnodiging en leuk om je nog wat beter te leren kennen. Dankjewel voor jullie komst. Kijk voor meer informatie op vakshaakpodcast.nl.